Kenny. Ja. Samen zijn wij Polstar. Welkom in deze nieuwe vlog van Polstar. Goedemorgen iedereen. Wij gaan namelijk nu ontbijten. Normaal doen we dat dus eigenlijk niet, maar als we op hotel zijn en zo, dan moeten we wel samen even doen en zien wat er precies aanwezig is. Volgende, dit is dus ons ontbijt. Kunnen we dus wat kiezen? Dit kun je dus. Ja, dat hebben we dit gepakt. We noemen dat nu weer koshab. Ja. En dan hebben we ook nog dat gepakt, de pistolet. Confituurtjes, dat kan misschien ook genomen. En chocomelk. En natuurlijk ook nog een banaan. Dat is alles wat we dus genomen hebben om te eten. Vandaag aan de Paramountfeesten. Dat is een goede aan de Westerstand boer. Dat zou wel leuk zijn. Dat ken je niet meer. Nee, alleen mijn pet. Ze zijn er allemaal trouwens. Ja, inderdaad. Wel leuk. Pietermannetjes. Ja. Dan zie je hier zo. Hier net is het aan het knopen. Kan. Ja, de gewassen. Kun je dan ook iets proeven? Ja, nu we waren met de gaten. Ja. Ik moet zo zeggen dat we al net lekker dus, zijn. Dat is het ijs wat we weer gaan inleggen. We gaan alle pillen dus meer voor haar. Hè. Ik zie ze graag. Ja. Eigenlijk. Wat dat ook niet eten. Ja, maar het is niet te vis en brood. Vis en brood. En ik wil dan iets drinken. De Russian. En wie is je favoriet? Met de beste. Deze dus. Weet niet waarom. Dit is haar favoriet. Weet niet waarom. Maar ja. Dus ja, daar wordt lang op de foto. En hier is het aan. Het is een mooie roze. Ik heb het niet. Het zou niet verrast zijn, denk ik. Sterk gecombineerd dan. Ja, mama toe. Ja. En daar, de buggerboten. De twee buggerboten, die en die. Die zijn die mensen nog. Ik heb ook al een goed spel zitten krijgen. We zijn nu op het strand en we gaan hopelijk in het water kunnen. Ik hoop het, want er is veel wind en het is natuurlijk ook niet echt de temperatuur die we zouden verwachten voor in het water te gaan. Maar ja, we gaan proberen, zo niet, dan hebben we ook nog materiaal bij. We hebben een balletje bij en twee raketten natuurlijk, want we gaan daar proberen dan met te spelen. Maar we gaan eerst zien dat we in het water kunnen, als het niet te koud is. Want ja, als het te koud is, dan ga ik niet eens keren om wat te doen.
in het water. Ik wist dat het niet zijn kruid. Ah.
zo dichtbij eigenlijk. Het was zonder aan. Ja, eigenlijk niet. Maar ja. Ik zie nog nooit binnen geweest. Een nieuwe bandje. Staan ook wel gepraat, natuurlijk ook niet alles natuurlijk gefilmd, want sommige dingen zijn echt wel dat je gewoon eens een tien moment moet hebben met die fans, hè. Dus het was echt wel super leuk eigenlijk en zo enthousiast eigenlijk ook wel. Ze waren blij om ons te zien, wij ook natuurlijk, hè, want we waren ook wel een klein beetje zenuwachtig, dus logisch, want het was de eerste keer dat we natuurlijk met de fan op de foto gingen. Ja, meteen aan hem vragen stellen en mij ook proberen te antwoorden op de vragen die ze stelden. Dus het is leuk en als ze dan naar rekenen, dus ze dat dan doen op de grote televisie kijken. Dus het is ook allemaal heel leuk natuurlijk om te weten. Goed, als ze dan kijken. Dus het was wel een leuke ervaring. Ja, we doen er ook wel een stukje voor om de fans dan ook eens te kunnen ontmoeten. Dus het is daarmee dat we ook die meeting geven. Maar deze mensen, ja, die wonen natuurlijk een beetje ver. Dan is er misschien ook niet altijd mogelijk om te komen. En waarom dan niet? Als je hier zit en ze horen niet, dus het ook beter dat je elkaar spreekt. In plaats van te zeggen, ja, kom dan naar de stad, hè. Dus dat zou pas een beetje dom zijn, hè. Goed, ja. We hebben dat dan gedaan, ja. Dus dan moeten we nog iets doen. Dus ja, woont jij op Blankenberg, hè? Ja, dan hoef je gewoon maar af te spreken. En dan kunnen we elkaar ontmoeten, hè? Als je in Blankenberg bent. Ja. Speciaal kom ik natuurlijk ook hier naar hier. Dus ja, het was echt super. Veel valt eigenlijk niet over te zeggen. Want ja, al wat we beleefd hebben was... Misschien hebben we niet veel gehoord, dat kan ook. Dus de foto's die zullen we dan ook wel... wel laten zien, dus ik hoop dat we wel mogen. En dan gaan we nu eens nadenken, wat kunnen we gaan eten, wat gaan we eten? Dus de kamer terug. Ik heb maar zo'n prop ijsje gekocht. Met aardbeien. Is dat. Dat smaakt super. Ik heb nu een hele mooie rood, hij is voor mij. Nu gaan we feesten met z'n allen. Deze boot gaan we met z'n allen.
liter melk. Ja, ja. Mm-hmm. Die meneer heeft het net gezien, hè? Ja. Heeft dat dan ook om dit te doen? Ah, oh, dat is dus gelukt. Ah, goed. Goed, hè? Hier. Prachtig, hè? Dan zie je het ook als resultaat, toevallig. En is het toch een vrouwtje? Ik is bezig om dat te doen. Je mag die ik allemaal, die potjes die ze staan. Ook al speciaal. Eigenlijk wat je moet maar doen eigenlijk om dat te maken. Hè. Dat is speciaal. Dit is niet op de Victory die we dus gisteren hebben jullie kunnen zien hebben in de vlog. Maar vandaag konden we eindelijk erop. En je ziet hoe volle het eigenlijk is vandaag. En dus nu kunnen we deze even gaan. Hier konden we dan binnen, denk ik. Was het hier? Ik ben dus aan het genieten van hamburger met kaas. En dan is hetzelfde, maar dan met saus op. Dus ja, ik vind dit nu een leuke video. Maar ik kan jullie vertellen wat ze moeten doen. Vind je dit een leuke video? Geef dan zeker een like. Abonneert ons alvast op Bolstar.